Op donderdag 6 oktober kwamen studenten van Office Management bijeen voor een infoavond over solliciteren. De studenten kregen eerst wat uitleg en daarna mochten ze dit in de praktijk een keer proberen. Wij gingen eens een kijken. De sprekers, dat zijn eigenlijk mensen dus die zelf bemiddelen tussen bedrijven en werkzoekenden. En wij werken al enkele jaren samen met die professionele recruteerders, omdat zij onze studenten ongelooflijk knappe tips kunnen geven om gerichter te solliciteren. Ik neem het voorbeeld van LinkedIn, de professionele tegenhanger van Facebook. Facebook, het blijkt eigenlijk dat LinkedIn ook heel vaak gebruikt wordt door enerzijds dus de werkgevers, de mensen die op zoek zijn naar kandidaten, en anderzijds de werkzoekenden, onze studenten binnen enkele maanden. Bijvoorbeeld al die nieuwe tendensen, die nieuwe evoluties, worden door hen ongelooflijk goed opgevolgd. En die know-how komen ze deze avond aan onze studenten vertellen. Wat zijn de belangrijkste dingen die jullie willen meegeven aan de studenten? Dat is dat als je afstudeert, dat je allemaal hetzelfde diploma hebt en dat het van belang is om je te onderscheiden op basis van je zachte competenties. Dus om die te versterken, je zwaktes om te buigen naar sterktes en je sterktes nog beter in te zetten om de juiste job te vinden. Wat vond u van deze avond? Ik vond het eigenlijk heel leerrijk, ook al mijn vorige opleiding was ook personeelswerk, dus ik had al wel enige kennis ervan, maar toch heb ik hier ook nog wel veel dingen uit bijgeleerd. Kan je zoiets opnoemen wat je hebt bijgeleerd vanavond? Bijvoorbeeld dat het dresscode heel belangrijk is en ook vooral de eerste indruk is zeer belangrijk. Na al dat hard labeur kunnen de studenten nog nagenieten met een hapje en een drankje.